Welkom bij weer een nieuwe Fwaai! Woo! Leave your entries in the subreddit pros and now watch submissions in the next episode of Fwaai! In de Fwaai van vandaag hebben we een hele bijzondere gast. Het is Gami... Wacht even, dit is niet Gami meer! Applausje! Yeah, welkom, welkom, welkom bij de show. De enige echte memes, niet memes show, maar reageren op show van Nederland. Vandaag gaan we weer reageren op hele leuke memes die jullie mij hebben gestuurd. Want vorige week vroeg ik jullie om mijn Pascal memes te sturen. Wauw, wat origineel! En mocht jij mijn subreddit nog niet hebben gejoind, join dan nu op subreddit.com/r/fwaai. Join nu, want ik heb op dit moment 386 members en ik wil meer members. Because I want more, more, more! Hebben we nog vragen voordat we gaan beginnen? Ja, dat hebben we. Hoeveel likes willen we deze aflevering hebben voordat ik weer een nieuwe ga uploaden? 2000 likes! Dank u wel. Dat wil ik graag hebben op deze aflevering, anders stop ik met deze hele serie. Laten we gaan reageren op memes! Nog even makkers, dan kunnen we hier volop van genieten. Hollands Got Talents? No! Pascal's Awkward Talentenjacht? Yeah, yeah, yeah! Soon, baby, soon! Ik kan hem eindelijk editen en het is trouwens talentenshow, niet talentenjacht. But hey, ik zie het deze keer door de vingers. Maar soon. Ik ga hem binnenkort editen. Ik hoop dat hij deze maand of in oktober online komt. Niet van PewDiePie stelen. Pascal? Nah, fuck that! I mean, hey, het is goede content en jullie vinden het geweldig, dus why not? You know, ik kan zo een leuke interactie weer met jullie hebben. It's just wonderful! Trouwens, ik zag jullie reactie wel over dat ik mijn plant mishandel. Dat is helemaal niet waar, want het is een nepplant. Dus ik mishandel technisch gezien geen plant, maar een stuk plastic. En een stuk plastic heeft geen leven. Een meme over Dirk Jan is ook over Pascal, dus hoop dat het niet erg is. Oh, dit is een meme die waarschijnlijk alleen mensen snappen die mijn livestreams kijken. Want mocht je nou een keer een livestream van mij willen zien, want ik livestream af en toe, twitch.tv/itsyntrax. Volg me daar en kijk mijn livestreams, want ik doe heel af en toe GTA roleplay als Dirk Jan. De oude opa die alles vergeet. Maar daar gaat deze meme over. Karel, en dit is een buitenkeuken. Dan gaan we verder naar binnen. Wat, zit ik op een boot? Dirk Jan, hoe kom ik op deze boot? Is dit jouw boot? Oké, voor de mensen die het niet snappen, hier is een klein stukje, zeg maar, van waar het bijvoorbeeld over gaat. Er staat gewoon een helikopter. Ja, dat is onze helikopter. Mag ik eens kijken? Ja, kijk, doe je met je ogen, niet met je handen. Afblijven, uit, weg daar. Ja, ik ben aan het... Zo, oh, jezus, nee, moet jij dat geluid horen, Jan? Oh, god. Oh, nee. Oh, hij gaat omhoog, ja. Jezus, oh, jezus. Oh, god. Oh! Help de plant. Ik wil nu dat de plantenmishandeling die plaatsvindt in de kamer van Pascal stopt. Ik heb al tijden volle medelijden met de plant, dus stop plantenmishandeling. Het is geen plant, het is een nepplant, het is gewoon een stuk plastic. Shut up en stop met whine over mijn plant, because it's fake. Net als heel YouTube Nederland, it's fake. Niet vallen. Komt wel goed. Komt wel goed. Niet vallen. Oké. Okay. Ik tegen Pascal wanneer ik hoor dat Fwaai terug is. You did it. You crazy son of a bitch. You did it. Yeah, feels good to be back. Ah. Zo te zien vonden jullie in ieder geval mijn vorige Fwaai ook leuk. Dus ik hoop dat jullie deze ook weer leuk vinden. En ja, dat we dit nog een lange tijd door kunnen doen. 2000 likes. 2000 likes, jongens en meisjes. Wanneer je hoort dat Fwaai terug is. No! It's back, it's back, it's indeed back, and the hammer is also back! Yeah. What gives Pascal feelings of power? Money? Nee. Status? Nee. Stelen van PewDiePie? Nee. Ja, yeah, stelen van PewDiePie... Ik wou zeggen PewDiePie... Hey. Ja, stelen van PewDiePie, dat geeft me inderdaad heel veel power. Super Saiyan! Silence! Pascal heeft een nieuwe video geüpload. Voor de Harry Potter fans die deze scène kennen.
wanneer Pascal zijn talentenshow begint. Stonks gaan omhoog! Boom! Ik hoop het in ieder geval wel, of nou, in ieder geval, ik hoop dat mensen het gewoon leuk gaan vinden en dat ik niet de honderden uren, zeg maar, heb verneukt aan dit hele project. Ik hoop gewoon dat mensen mijn talentenshow leuk gaan vinden. Please. Pascal, stop met vibe. Pascal, 9 maanden later. I fucking do it again. Yeah. Ja, ik weet ook nog steeds niet waarom ik het weer doe. Terwijl ik eigenlijk de eerste tegen was om dit soort video's weer te maken. Maar ja, ik miste het gewoon, oké? En ik wou gewoon weer interactie met jullie hebben. En ik wou niet dat mijn kanaal dood ging. Want mijn kanaal ging dood. Omdat ik verloor letterlijk alleen maar abonnees. Maar hey, abonneer alsjeblieft nu. Ik heb bijna 300.000 abonnees. Please abonneer. Thanks. Ik weet niet waarom ik dit doe. Maar abonneer. Like en subscribe. Sick edits, hè? Thanks, editor. Plant, Pascal. Dat is helemaal niet waar. Ik bedoel, hoe vaak heb ik in deze video mijn plant met rust gelaten, hè? Hier even een korte compilatie van dat ik niet aan mijn plant heb gezeten. Wonderful is a natural. Zie je? Nooit aan mijn plant gezeten vandaag. Stam Pascal af van Michael... Michiel de Ruiter. Fuck. Stam Pascal af van Michiel de Ruiter. Pascal heeft een blok over. Michiel heeft een blok over. Fuck jullie. Wanneer ziet dat Pascal na jaren weer een video heeft geplaatst? Wacht. Leeft Pascal nog? Letterlijk, die reacties heb ik best wel veel voorbij zien komen. Wauw, je leeft weer. Oh mijn god, je bent niet dood. Ik heb al 10.000 keer gezegd dat ik bezig ben met... PewDiePie, Pascal, goede content. Fuck goede content. We are going straight for PewDiePie. Yeah. Want dat is ook goede content. Ha. Pascal met een nieuwe video. Fry. Ik. Fry. Ik zie jullie ook gewoon zo in één keer uit die kast komen. Fuck. Please kom niet naar me toe op straat als je me tegenkomt met dat je zo naar me... Fuck. Waarom ze... Nee, fuck. Niet doen. Ik zweer. Don't. Fwaai. Vorige week vroeg ik jullie... Zmgraai. 6 maanden geleden vroeg ik jullie... Yeah. Ja, fuck. Wat moet ik hier nou mee? Leuke meme. Word wakker. Ga meme neer. Heeft een nieuwe video geüpload. Laat me slapen. En Fly is ook online gekomen. What? Ja, leuke meme. Ik zal er ook van wakker worden als ik erachter kwam dat ik weer Fly heb geüpload. Terwijl ik eigenlijk 6 maanden geleden zei van ik wil niet meer dit soort content. Maar ja, next meme. Mufasa? No. Mufasa. Ik keek hem ook terug en ik kwam erachter van ja, fuck. Ik heb die naam volledig verkeerd. Ja, yeah, Mustafa. Ja. Yeah. Pascal die Fly upload. Kijk eens. Oh my god, Fly! Ja! Yeah, Fly! Fly! Ja! Yeah. Hoogwaardige video's maken die te veel tijd kosten. Yeah! Fly weer uploaden. Woo! I'm back! Yes, let's go! Fuck that shit! Pascal joint de meme oorlog. Nee jongens, ik join niet de meme oorlog, want dit is geen meme serie. Dit is why de serie waarin ik reageer op dingen die jullie mij sturen op mijn subreddit. Maar geen meme serie, oké? Laat het duidelijk zijn dat we geen meme serie zijn. Dus ik join niet de meme oorlog, oké? Maar Fire is wel de beste serie van YouTube Nederland. En I'm back. Yeah. Pascal, ik ga weer Fire uploaden. Kijkers, these are confusing. Ik snap dat sommige van jullie confused zijn, oké? Dat ik weer Fly geüpload ook heb gezegd dat ik ermee wil stoppen. Maar hey, I'm back, what up? 2000 likes, volgende aflevering. Woo! Waar gaat Pascal heen? Moeilijk en groot project? No, no! Fly it! Ik ben nog steeds bezig achter de schermen met nieuwe en grote projecten, oké? Alleen het heeft meer tijd nodig en ik wil niet dat mijn kanaal doodgaat, dus... Upload ik maar gewoon wekelijks Fly. In ieder geval, ik probeer wekelijks Fly te uploaden. Zodat jullie in ieder geval nog content hebben. En niet het idee hebben dat ik dood ben en niks aan het doen ben, oké? Maar ik ben achter schermen gewoon bezig met nieuwe en grote projecten, oké? Don't fucking... It's coming! En dat waren ook gelijk alle... Oh!
wat veel memes voor deze fly. Zat jouw meme er nou tussen, doe dan een duimpje omhoog. Zat jouw meme er niet tussen, doe dan ook een duimpje omhoog. Zit jij nog niet op mijn subreddit? Join mijn subreddit. Hij staat hier. Subreddit. /rfly. Join mijn subreddit. Ik wil meer memes op mijn subreddit. En ik wil meer leuke Pascal memes voor de volgende fly. Maar we zijn geen meme serie, oké? Volgende aflevering. Weet je wat je moet doen? 2000 likes. Join mijn subreddit. En stuur Pascal memes daarin. Ja, dat, nou dat was hem. Woo! Yeah! We did it, Don. Thanks voor het meedoen, Don, aan deze aflevering. Ik bedoel, ga meme neer. Thank you very much voor het meedoen. En Ariana Grande natuurlijk niet te vergeten. Ook super bedankt voor het meedoen. Wie moet de volgende gast worden in de volgende fly? Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Skip, skabadoop, skabadabababababab. Boop!